om te ontvangen, maar het havengebouw. De taxi is er. Dank je wel. Dankjewel. In welke stad in Nederland vind je nu taxichauffeurs die tegelijk kapitein zijn? Inderdaad, in onze hoofdstad Amsterdam. In heel wat opzichten het hart van onze nationale geschiedenis. Een stad die ruim 700.000 inwoners telt en in 18 stadsdelen is verdeeld. Elk stadsdeel vertelt een eigen verhaal. Neem Amsterdam-Noord of de groene westelijke tuinsteden. Het oude centrum en de volksbuurt De Pijp. De Watergraafsmeer of de naoorlogse nieuwbouwwijken aan de zuid- en zuidoostflank. Zelfs Schiphol voegt een levendig hoofdstuk toe aan het prentenboek dat Amsterdam heet. Amsterdam en de Amsterdammers, wat hadden ze ooit moeten beginnen zonder het water? De stad heeft er zelfs een naam aan te danken. En zijn bewoners kunnen er altijd goed mee overweg. In de 7 eeuwen van zijn bestaan is Amsterdam uitgegroeid tot het financiële, intellectuele en culturele centrum van Nederland. Amsterdam staat bekend om zijn eigenzinnige en vaak verrassende karaktereigenschappen. Misschien is dat wel de reden dat de stad zowel op Nederlanders als op mensen uit alle delen van de wereld zo'n bijzondere aantrekkingskracht uitoefent. Amsterdam heeft door zijn hele geschiedenis heen 2 belangrijke functies vervuld. Die van haven en van markt. Uit de tijd waarin kooplieden en reders nog de boventoon voerden, dateren veel gebouwen in de stad. Nu komen ze van pas bij het oplossen van de chronische woningnood. Ja, dit is een van de mooiste plekken van Amsterdam. Hier kan je echt zien hoe het vroeger was en hoe de oude grenzen liepen. De Amstel kwam bijvoorbeeld binnen, waar die nu nog steeds binnenkomt. En dan stortte hij zich hier in het IJ dus, hè? Alleen die Amstel, die is nu dus gedeeltelijk, grotendeels gedempt eigenlijk. Je kan nog zien dat er een oude rivier is straks. Bijvoorbeeld waar die rondvaartboten liggen, bij het Damrak en het Rokin. Dan midden in die Amstel, die naar het IJ toe ging, hebben ze een dam gemaakt. En daar is de stad dus naar genoemd, Amstelodanum of Amsterdam. Dit is de Schrijerstoren. Dit is de begrenzing van de stadsgrens uit 1425. Kijk, we gaan hier onderdoor en dan zien we het oudste gebouw van Amsterdam. Uit 1275 ongeveer, de Oude Kerk. Die is 45 meter hoog, heel bijzonder. Hij is net zo hoog als het schip van de kerk lang is. Het water van Amsterdam bleek altijd een uitstekende basis voor welvaart. In de 17e eeuw leidde het tot een stormachtige groei van het inwonertal. Tussen 1600 en 1650 verviervoudigde dit zelfs van 50 tot 200.000. In de 17e eeuw werd de stad uitgebreid en toen was deze stadspoort eigenlijk niet meer nodig. Ze hebben hem toen omgebouwd tot waag. En ze hebben tevens andere punten. De volgende 200 jaar zou de plattegrond van Amsterdam maar weinig veranderen. Tot de tweede helft van de vorige eeuw, toen de bevolking opeens explosief groeide naar 500.000. Dat kwam mede door de aanleg van het Noordzeekanaal, waardoor Amsterdam een verbinding met de Noordzee kreeg en de economie weer opleefde.
De beter gesitueerden gingen zich vestigen in de chique uitbreidingen ten zuiden van het stadshart, de museum- en de Vondelparkbuurt. Uit dit tijdvak dateren onder meer het Concertgebouw, het Stedelijk Museum en het Rijksmuseum. Maar er waren vooral veel goedkope woningen nodig omdat de havens en de opkomende industrie veel arbeiders naar Amsterdam lokten. In pure revolutiebouw werden nieuwe woonwijken uit de grond gestampt. Wijken zoals de Pijp, nu de echte probleemkinderen voor de beleidsvormers. Hier en daar vind je een lichtpuntje, zoals het huis met de kabouters op de Ceintuurbaan. Soms spelen ze elkaar ineens de bal toe, op een moment dat niemand kijkt. De woonwijken die eind vorige eeuw ontstonden, waren vaak erbarmelijk van kwaliteit. Winst was dan ook de voornaamste drijfveer van de particuliere bouwers. Pas in de jaren 20 kwam daarin verbetering. In 1917 ontwierp Berlage het grote uitbreidingsplan Zuid in Amsterdam. Dat was een soort onderlegger voor een enorme woningbouwexplosie. En die woningen die werden allemaal ontworpen door wat we nu achteraf noemen architecten van de Amsterdamse school. De Dageraad is echt een schoolvoorbeeld van het expressionisme, zoals dat heet, van de Amsterdamse schoolarchitectuur. En dat kwam echt op de tekentafel tot stand. Daarin verschilt dus de Amsterdamse schoolwijken ook van het eind van de 19e eeuwse wijken. Er werd gebouwd op basis van een stedenbouwkundig plan. Of van een heel uitgekiend stedenbouwkundig plan. En dus er werd veel verantwoorder gebouwd eigenlijk dan aan het eind van de 19e eeuw. En dat zie je dus hier ook in de vormgeving, wat weer een heel verhaal apart is. De echte kenmerken zijn onvoorwaardelijk het gebruik van baksteen en een enorm palet van siermetselwerkverbanden. Het is de poëzie, de bouwpoëzie voor de arbeidersklasse. Dat was de bedoeling. Hoewel de bouwstijl van de Nieuwe Pijp en de Spaarndammerbuurt nog altijd bewondering afdwingen, had de Amsterdamse school te weinig oog voor de praktische woonbehoeften van de arbeidersgezinnen. In de jaren 30 ontstond dan ook een heel andere kijk op wonen. Toen werd het algemeen uitbreidingsplan opgesteld. De architecten van het nieuwe bouwen kozen voor licht, zon, ruimte en voor een scheiding van wonen, werken en recreëren. Er werden tuinsteden op papier gezet. De meeste plannen werden echter pas na 1945 gerealiseerd. Tuinsteden zoals Slotervaart, Osdorp, Geuzenveld, die waren gebaseerd op de gedachte dat de stad in feite ook een andere dimensie zou kunnen hebben. Behalve zeer dicht gebouwde wijken is het ook mogelijk en is het ook mogelijk gebleken om tussen het groen in laagbouw een nieuwe stadswijk te maken. En dat was de gedachte van de tuinsteden. En als we praten over de Bijlmer, Zuidoost, dan is dat in feite geen andere gedachte dan ook meer in die tuinsteden voor gedacht was. De situatie waar we hierin staan, groenvoorzieningen, waarin mensen kunnen recreëren in een behoorlijke omvang en schaal, dat is zeker geslaagd. Wat niet geslaagd is dat het allemaal net even overtrokken is. De maat is net even te groot geworden. Ook al omdat het in een uitvoering terecht te komen is die je echt concreet beton zou kunnen noemen. Waarbij harde wegen, harde parkeerfaciliteiten, een zo stenige en harde omgeving tot stand gekomen is dat je kan zeggen dat is niet zo geslaagd. Inmiddels is duidelijk dat de Bijlmer leefbaarder gemaakt moet worden. Hele flatblokken, parkeergarages en hoge wegen gaan tegen de vlakte om plaats te maken voor een woongebied op menselijke schaal. Daaraan gaat Amsterdam in de komende jaren werken. Zo tekenend voor zijn tijd als de Bijlmer is, zo karakteristiek is ook een heel ander stadsdeel, het landelijke Sloten.
Het koestert sinds een paar jaar een molen die oorspronkelijk in Amsterdam-Oost heeft gestaan. Toen hij daar moest wijken voor de ringweg, heeft men hem hier met veel zorg en liefde weer opgebouwd. Maatschappelijke ontwikkelingen laten in Amsterdam nadrukkelijk hun sporen na. De gezinnen worden kleiner, er komen meer eenpersoonshuishoudens, jonge mensen worden vroeger zelfstandig en er komt dus meer behoefte aan kleinere wooneenheden. In grote delen van de binnenstad en de 19e-eeuwse wijken voldoen de woningen niet meer aan hedendaagse eisen. Dat alles maakt een ingrijpende stadsvernieuwing nodig, waarbij tegenover oude bebouwing eigentijdse architectuur komt te staan. De stedenbouwkundige visie van het gemeentebestuur is die van een compacte stad. Wonen, werken en voorzieningen dicht bijeen om zo het vervoer en verkeer in de drukke binnenstad zoveel mogelijk te beperken. Zo wordt geleidelijk een vernieuwd Amsterdam zichtbaar, waar behalve nieuwe woonvormen ook andere werkgelegenheid ontstaat. De stadsgidsen van Mee in Mokum weten ook daarover veel te vertellen. Kijk, het was vroeger natuurlijk veel makkelijker om werk te vinden in Amsterdam, hè? Maar er is zoveel verdwenen. Scheepvaartlijnen, scheepvaartbouwmaatschappijen, ijzerindustrie natuurlijk, de metaal, diamanten, de meeste zitten in Antwerpen, de hele diamantindustrie, confectieindustrie is weg. Zelfs de auto-industrie is ook verdwenen. Sinds de jaren 70 heeft het economische zwaartepunt zich in zuidelijke richting verplaatst. Langs de snelweg verrees het spiegelende World Trade Center. De RAI onderging een sterke uitbreiding. Het AMC kwam van de grond, een uniek medisch centrum met zeer geavanceerde voorzieningen. En niet te vergeten de complete glazen kantorenstad van Zuidoost. Het accent ligt in dit nieuwe bedrijvengebied op de informatica en het oogt nogal futuristisch. Maar hier en daar steekt toch ook weer een stukje onvervalst Mokum de kop op. In het oude centrum van datzelfde Mokum dienen zich momenteel nieuwe zorgen aan. De woonfunctie van de stadskern is te veel gaan overheersen. Voor de binnenstad zitten we nu op een moment dat de zaak dreigt door te schieten. Amsterdam doet het economisch redelijk goed. Maar als je op de schaal van de stad zelf kijkt, dan betekent dat dat allerlei functies naar het zuiden aan het trekken zijn. Die trekken naar die economische magneet toe. En het gevaar is dat daarmee dus het verlies van functies in de binnenstad plaatsvindt. Om dat te keren willen we aan de noordkant van de binnenstad een extra impuls maken. De strategie is uitbreiding van de binnenstad aan de plek waar dat nog mogelijk is. Dat is aan de noordkant, aan het water. Het vervallen van een groot aantal havenfuncties aan het IJ betekent toch dat daar een gebied langzamerhand zijn functie heeft verloren. Dat is een gebied dat tegen de binnenstad aan ligt. En wat dat betreft uitstekend te gebruiken is voor het uitbreiden van de binnenstadfuncties. Openbaar vervoer is eigenlijk de grootste ingreep die wordt gemaakt. Er komt een ringlijn om Amsterdam. Die sluit hier op het Centraal Station aan, ondergronds. Dus dat wordt een ongelooflijke bouwput. Verbetering van het openbaar vervoer is niet genoeg om het Amsterdamse verkeersprobleem afdoende op te lossen. Nog maar 20% van de kopers neemt de auto om te gaan winkelen. Maar die zorgen wel voor de helft van de omzet. Toch gaf een stadsreferendum aan dat de inwoners van de binnenstad het weren van de auto vooral als dé oplossing van het verkeersprobleem zien. Amsterdammertjes hebben de automobilist in ieder geval nooit veel ruimte gegund. Toeristen wel, die smullen ervan.
Een oplossing voor de mobiliteit in de hoofdstad ligt bepaald niet voor het oprapen. Ook al probeert men het gebruik van de fiets zoveel mogelijk te stimuleren. Elk jaar worden op de stadsbegroting miljoenen guldens uitgetrokken voor de aanleg van nieuwe fietspaden. Maar ook de fiets is maar een druppel op de gloeiende plaat. Voor de Amsterdamse economie, net als voor de nationale, is Schiphol van immense betekenis. Met meer dan 16 miljoen passagiers per jaar is het een van de belangrijkste luchthavens van Europa. Ook nu de Europese binnengrenzen zijn weggevallen, wil Schiphol een mainport blijven. Daarvoor zijn grote uitbreidingen en investeringen nodig. Al heeft de Amsterdamse haven aan betekenis ingeboet, met 4600 inkomende zeeschepen per jaar en een overslag van 30 miljoen ton goederen, is het nog altijd de 17e haven ter wereld. Behalve bij het Noordzeekanaal en daarmee de haven van IJmuiden, heeft Amsterdam ook veel belang bij het Amsterdam-Rijnkanaal. Nu het kanaal geschikt is gemaakt voor de ongebroken duwvaart, kan de hoofdstad beter concurreren met de havensteden Rotterdam en Antwerpen. Elk huis, elke straat in Amsterdam heeft wel een eigen verhaal. Zoals de Zeedijk. Vroeger nogal berucht, nu vol uitnodigende ontwikkelingen. Ja, de Zeedijk was de mooiste straat van Amsterdam vroeger. En het is jammer genoeg een tijdje weg geweest, maar het wordt gewoon weer de beste straat van Amsterdam. Want het is niet alleen de mooiste straat vanwege al die hele mooie oude pandjes. Maar ook de mentaliteit die er heerst en de bereikbaarheid via het Centraal Station. Het is een hele leuke wijk. Het is het oudste huis van Amsterdam trouwens. En 500 jaar geleden toen woonde hier een meneer Jan en die had een logement voor Noorse zeelui. En die sliep hier, hangend over touwen, heb ik gehoord. Of het waar is, weet ik niet helemaal. Maar die konden zelfs dat plekje niet altijd betalen. En dan zeiden ze, ach, ik neem volgende keer een aapje voor je mee. En die Jan die verkocht dan die aapjes, want het was een absolute rariteit, denk ik, in die periode. En die aapjes die hier dus af en toe opgeslagen stonden, die namen nogal wat vlooien en wat luizen mee. En toen hadden ze nog geen spuitbussen. Dus als je dan iemand op straat tegenkwam die zich aan alle kanten aan het krabben was, dan zei je, wat is er met jou aan de hand? Zei hij, ik ben in de aap gelogeerd. Daar komt die uitdrukking vandaan. In Amsterdam kun je de cultuur overal opsnuiven. Of die zich nu in Carré aandient, of in het muziektheater, op straten of op pleinen. Musea, 60 theaters, 16.000 voorstellingen per jaar. Dat zijn alleen de officiële cijfers. Dan is Amsterdam nog lang niet aan het eind van zijn Latijn, want elke gelegenheid wordt aangegrepen om er één groot theater van te maken. Amsterdam is een internationale stad geworden. Ik hoop eigenlijk dat het niet zo'n ernstige vorm aanneemt dat je dan niet meer behoorlijk meer kunt existeren. En dan vind ik dat ze niet van de hele binnenstad één vreet- en zuipgelegenheid moeten maken. Hoe graag ik dan ook in het café zit, betreur ik het toch erg. Die kleine bedrijfjes die er waren, smederijen, allerlei mensen die beroepen hadden in die binnenstad, dat het allemaal verdwijnt. En dat vind ik jammer. Ik zit zelf in de commissie Beeldende Kunst van Amsterdam, dat is adviescommissie. Het is de bedoeling om een aantal beelden en kunstobjecten op straat te zetten en daarmee mensen kennis te laten maken in verschillende situaties, ik bedoel plekken in de stad. Maar dat houdt niet tegen dat je dan toch ook te maken kan met een raar soort drollen in de stad die dus door particulier initiatief op straat komen te staan. Hè. En dat soort dingen, daar durft de gemeente dan geen nee tegen te zeggen en dan lopen ze een beetje de commissie voorbij. Die dat toch zegt, ja, we zijn niet tegen een beeld van Carmichelt, maar we willen wel, of tegen Johnny Jordaan. Maar we willen wel hebben dat er is ook een paar andere kunstenaars die dat beter zouden kunnen, de kans krijgen om een ontwerp te maken. En dat vind ik toch jammer, moet ik eerlijk zeggen. Het zou beter kunnen.
Een paar jaar geleden berekende de Universiteit van Amsterdam dat de kunstensector in de hoofdstad per jaar een omzet van ruim 1 miljard gulden maakt. Er werken in deze sector dan ook meer dan 12.000 mensen. Naast de cultuur heeft het kapitaal altijd een eerste viool gespeeld in Amsterdam. Al in 1611 werd op het Rokin een koopmansbeurs geopend, de voorloper van de latere beurs van Berlage. De effectenbeurs is trouwens de oudste ter wereld. En nog steeds is Amsterdam het onbetwiste financiële middelpunt van ons land. Amsterdam heeft met een lange traditie vooral een grote betekenis als nationaal financieel centrum. En de ontwikkelingen naar de Europese markt zijn van de laatste jaren, zeg van de laatste 5 jaar. En dat is de reden dat we nu zo hard werken om ook die internationale dimensie goed in orde te krijgen. Het belangrijkste wat we natuurlijk moeten doen is onze zwakke punten bijspijkeren. En daar geldt in het bijzonder dat we op het punt van de internationale geld- en kapitaalmarkt meer voorop moeten zien te lopen dan we tot nu gedaan hebben. Dat is erg belangrijk. Erg belangrijk is dat we een hele goede infrastructuur hebben met de havens, met Schiphol. Goed bereikbaar zijn in Europa op het gebied van telecommunicatie. Ons kunnen meten met de top in kwaliteit en in tarieven. En ook onze banken zijn traditioneel zeer internationaal georiënteerd met ons bedrijfsleven dat zij bedienen. En die functie willen we ook versterken voor investeerders die van Amerika en de laatste tijd vooral vanuit Japan naar Europa komen. Hier kunnen ze een eerste voet aan de grond krijgen en van hier Europa intrekken. Maar de mooiste voet aan de grond krijg je in Amsterdam toch altijd weer na een tocht over het water. Al kan een taxiritje over de Amstel of door de grachten wel eens iets langer duren dan je had verwacht, als passagier krijg je altijd waar voor je geld. Centraal Station, zijn er.